Het is deze week Nationale Donorweek. Een mooi moment om eens aan de mensen te vragen of ze donor zijn. Ben jij donor? Nee. Nee, ben ik niet. Nee. Ik wil het wel worden. Nee. Ik wel, ja. Ja, ik ook. En waarom ben je geen donor? Is er niet van gekomen. Nou, daar twijfel ik nog een beetje over. Ja, waarom niet? Als ik dan toch dood ben, dan maakt het mij niet meer zoveel uit wat er met me... Ja, die gedachte had ik ook. Als je dood bent, heb je het zelf niet meer nodig, dus waarom zou je het niet aan iemand anders geven dan? Nou, eigenlijk is het probleem bij mij dat ik te lui ben om hem in te vullen. En het is nu Nationale Donorweek. Heb je dan een extra impuls om toch donor te worden? Ja, ik wil op zich wel donor worden, dus ik ga me een keer inschrijven. Ja, misschien wel. Heb je een formulier bij? En mensen er vanaf weten wel. Wat zei je? Als mensen er vanaf weten wel. En denk je dat mensen er vanaf weten? Ja, het wordt goed aangegeven en zo. En het is ook gewoon een beetje herinnering. Dat je gewoon, ja, daar dat kan invullen, zeg maar. Maar u kunt ook kiezen dat u nabestaanden mogen kiezen. Is dat dan geen goede optie? Nou, dat zullen ze ongetwijfeld doen. Okay. Als dat zo zou zijn, ja, dat mag, zeker. Wat vind je ervan als mensen geen donor zijn? Moet ze helemaal zelf weten. Als je het niet wil, dan hoeft het niet. Maar ja, waarom niet? Wil jij misschien meer informatie over dit onderwerp of zelf donor worden? Kijk dan hier op de onderstaande website. Tot ziens.